Goedemorgen en welkom bij Vlogmasdag 22. Ik ga er direct in vliegen. Vandaag is een speciale dag. En ik ben een beetje stiller omdat Alyssa naar boven is aan het slapen. Maar vandaag is een belangrijke dag voor ons. Het is eigenlijk 20 december als jullie dit... Ja, jullie zien het niet op 20 december, maar het is vandaag 20 december. En exact 12 jaar geleden, vandaag 12 jaar geleden, hebben Alyssa en ik onze allereerste date gehad. En toen waren wij 15 jaar, toen hebben we afgesproken voor de eerste keer dat wij een beetje alone time hadden, zal ik maar zeggen. We hadden elkaar ervoor al een paar keer gezien en heel veel gechat. Maar op 20 december 2006 hebben wij afgesproken bij Alyssa haar thuis. Wij filmpjes gekeken en toen hebben wij ook voor het allereerst gekust. Dus dat wil zeggen dat wij 12 jaar geleden voor het allereerst een koppeltje werden. Dat is al heel lang geleden. Ondertussen hebben we al super veel meegemaakt. We zijn ook ondertussen na een break-up terug samen. Dus als je alles samen telt, zijn we ongeveer 10 jaar samen nu. En het is super leuk. We hebben echt een zalige relatie nu. Ik ben heel blij dat we elkaar teruggevonden hebben. En om haar te bedanken voor de 12 toffe jaren om haar te kennen, om de 10 toffe jaren dat we samen zijn, heb ik hier een klein cadeautje klaar liggen. Allee, het is niet zo klein. Het is best wel groot. Maar wat erin zit, is gewoon een kleinigheidje eigenlijk. Het is iets wat we even geleden hadden gezien toen we in Brugge waren. En ik zag ze zo kijken. Oh, Sam, zo mooi, zo lief. Dus ja, eigenlijk maar gewoon een heel kleinigheidje. Wat ik even zou geven. Ze ligt nu nog in bed. Ik denk dat ze ondertussen wakker is, zo te horen. Dus ik ga eens kijken als ze naar onder komt, dan kan ze haar cadeautje open doen en ontbijten. Ah oh ja, het is de 20ste vandaag. Hoe vies je dat, schatje? Oh my god, oei. Was je dat vergeten? Ja, ik heb er echt helemaal niet aan gedacht. Oh, amai, zo belangrijk ben ik voor u. Ja, nee, elke dag is anniversary, Mathura. Dat is waar. Zeg. Staat erop. Happy anniversary, Alyssa. We zijn niet echt terug. Allee, hoe moet ik dat zeggen? Ja, het is ook ingewikkeld. Hè? Het is ingewikkeld, hè? Maar ja, toch, 20 december is, 20 december. Is alles ja. Begonnen, hè? Ja, de eerste keer dat wij samen waren was op 20 december 2016. 16? Ja. 15, 16, hè? Ja, 16. De eerste keer? 2006, bedoel ik. Oh my god. Zo'n 10 jaar verschil. Ja, sorry, dat is 10 jaar verschil. Echt waar, oeps. Maar, dus de eerste keer dat we samen waren was op 20 december 2006. Ja. En wat ging ik u leren op die dag? Je ging me leren drummen op die dag. Ja. In mijn thuis, waar geen drum was. En we hebben een film gekeken toen. American Gigolo. Nee, Juice Bigelow. Gigolo. Ja, yeah, American Gigolo. Yeah. Een heel rare film. Alleszins. Ja. En toen weet ik nog, kwam mijn papa thuis. Ja. En toen zei ik, kom, ga even naar boven. Toen heb ik gekust. Oh, dat weet ik nog. Ik zie dat nog voor ja, mij. Ik allemaal. Heel ik lag zo op mij. En jij bent helemaal naar de videotheek gefietst. Met u achterop. En de videotheek was niet open. Ja. Dat weet ik ook nog allemaal, ja. En dan zijn we 9 jaar samen geweest. Ja, 9. Van ons 15e tot 24. Ja, 24, ja. En ja. Dan zijn we uit elkaar gegaan. En dan 2 jaar later hebben we elkaar terug gezien op Pukkelpop. Teruggevonden. Teruggevonden op Pukkelpop. En dan was hij ook direct terug. Ja. Zo heel vertrouwd. En... Toen is er niks gebeurd of zo, maar toen hebben we... Ja, op Pukkelpop is er niks gebeurd. Doorgebracht. Ja, alleen op dag 3 op Pukkelpop kon Sam mij niet loslaten met knuffelen. Dat
weet ik nog. Ja, het is wel fijn om elkaar te zien. Ik had mij altijd zo vast. Dat is wel super cute. En dan hebben we op 16 september afgesproken. Hier. Ja, een maand later heb ik op. Een maand later, want jij ging nog op vakantie. En ja. En we gingen daar gewoon rustig aan doen. Ja, we gingen rustig aan doen. Dus op mijn mama haar verjaardag hebben we hier afgesproken. Echt waar. En toen hebben we teruggekust. Ja. Dat is leuk zo, hè. Dan hebben we gewoon rustig aan gedaan. En dan was het zo van, ja, wat gaan we nu doen? Welke datum gaan we nu pakken? Gaan we gewoon doortellen? Ja, zeg. Want als we die 2 jaar er niet bij tellen, zijn we 13 jaar samen. 12. Ja, 12. Oh my god. Nee, ja, hè. 13. En als we gewoon doortellen, zouden we 10 jaar samen zijn. Als we vanaf nul beginnen, zijn we 1 jaar samen. Dus, maakt eigenlijk niet uit. Maar we hebben gewoon de 20ste december teruggenomen als datum, omdat dat voor ons wel speciaal is. Ja, dat is toch wel speciaal. We vieren dat ook altijd, echt. Ja, elk jaar hebben we dat gevierd. En dit jaar ben ik het vergeten. Man, true love, zullen. Oh, dat is kei erg. Ja, het is zo veel, hè, deze dagen. Ja, het is wel druk, hè, maar ja. En het is gewoon, ik heb gewoon zoveel aan mijn hoofd, dus shit happens, hè. Maak maar open. Ik heb het juist vast gehad, wat denk je dat het is? Ja, geen flauw idee. Een knuffel. Ja, een knuffel, ja. Doe maar open. Ja. Ja. Oké. Waarom lach je zo? Dat is wel super cute. Cute! Ziet fluitig. Oh, dat vind ik wel. Oh, cute. Oh, schatje. Oh, die is een oh. Oh. Oh, you're the best, baby. Dat was echt niet nodig, hè. Nee. Zo schattig. Oh, we waren overlaatst in Brugge en deze stond in de etalage van de Ino. En ik zei, ja. Oh, ik wil die. En ik wil echt toen naar binnen gaan om die te gaan halen. Ja, ik was heel subtiel aan het kijken en dan zei ik, oh, dat is mooi. Die is zo cute. Oh, kijk. Oh, schatje, die is echt super schattig. Oh, dankjewel. Je hebt al wel knuffeltjes, maar ja. 1. Kiki in mijn bed. En een zelfgemaakte Ellie. Ja, maar ja, die staat daar. Hè. Bob? Mag je eens ruiken aan Bob? Welke muffin? Hey! Milky, wie is daar? Milky, wie is daar? Kom eens kijken. Kom eens zien. Je lijkt een beetje op u. Ja, echt waar. Mm. Oh, doe best. Ik wil nog een knuffel. Oei, muffin. Is groot, hè? Ja. Dat valt hij niet aan. Muffin. Oei. Ach, arm. Milky. Oei. Bob is niet alleen bij de katjes. Ik heb ook van mijn schatje nog een cadeautje gekregen. Toch, hè? Toch iets, hè? En ik heb het nu aan. Het is een zwarte t-shirt van de Tommy's. Nu hebben we de Bob en de Tommy. Oversized, ja. Ja, het is een beetje oversized, maar het is wel perfect fit, vind ik. Ik vind het ideaal. Ja.
Yes, I like it. Is so. Is cute, hè? Jouw cute, hè? Oké, nu moet ik vertrekken. Ik ben al even bezig met naar de kinesist te gaan. Omdat ik wel last heb van mijn onderrug en mijn bekken. Mm-hmm. Dus dat zijn we nu aan het oplossen. Normaal is het nu de laatste sessie dat ik moet doen. Ik heb er 4. Dit is mijn 4e keer dat ik ga. Ja. Het zijn vooral thuisoefeningen wat ik moet doen. Maar ik ga jullie even meepakken. Last time. Naar Bram. Gaan ze mee naar Bram? Dat is wel fijn. Brampy. Mogen je dat wel zeggen? Dat weet ik niet. Let's go to Brampy. Ik ben aangekomen bij Bram, zoals ik zei. Het is zijn praktijk noem ik Impuls Kinesiotherapie. Ik ben hier omdat trainer Dylan mij hier naartoe heeft gestuurd. Die zag al direct dat er iets in mijn rug niet juist zat. En ik heb inderdaad een beetje last van mijn onderrug. En het zit hem vooral in de bekken, klopt hè? Ja, en daar zijn we nu een beetje aan het trainen, zal ik maar zeggen. Met kleine oefeningen die ik thuis kan doen. Die Bram hier nakijkt. Dus ik neem jullie even mee in de check-up die we nu hier gaan doen. Jullie konden zien, good stuff bij Bram, bij Impuls Kinesiotherapie, want ik had, ik denk anderhalve maand geleden ben ik naar hem gestapt omdat ik zoveel last had van mijn onderrug. En ik ben direct naar daar gegaan. Ik heb ondertussen dit was de 4e sessie dat ik met hem had. En het is al zo goed als verholpen. Mijn onderste 2-3 ruggenwervels, die zaten echt zo'n beetje vast en ik kromde die gewoon fout. En door verschillende thuisoefeningen en door oefeningen van hem te krijgen die ik op de fitness herhaal voor mijn training, ben ik er nu echt wel zo goed als vanaf. Dus het is nu gewoon een kwestie van de kijkhoek te onderhouden. Voor mijn beentraining en mijn rugtrainingen ga ik ook altijd die opwarming doen. En af en toe doe ik hem ook hier thuis in bed ofzo, dat ik het flexibel hou. Hè. Maar hij zag al echt een enorm verschil nu op anderhalve maand tijd. En daar ben ik heel blij om, want dat was echt iets waar ik al heel mijn leven last van heb, maar nooit echt iets effectief aan heb gedaan. Wat ik nu wel heb gedaan en waar Bram me keigoed mee heeft geholpen. Nu zijn we bezig met het volgende probleem, want met mijn middenrug en mijn schouders zitten eigenlijk nog iets te vast. Dus ik krijg mijn schouder niet verder als dat geplooid, naar achter alle twee niet. Dus ik zit een beetje vast en dat is nu het volgende wat we gaan losmaken. Ik kan bijvoorbeeld heel moeilijk squatten. Omdat ik de baren niet in mijn nek kan houden. Ik kan mijn armen niet genoeg naar achter buigen. Omdat dat zo klemt. En dat ik dan een foute beweging ga maken. Dus dat is het volgende wat we nu gaan aanpakken. Moesten jullie vragen hebben over kinesiotherapie. Over sportkinesiotherapie zelfs. Dan kun je altijd terecht bij Bram. En ik zet de link hieronder even voor meer info. Nu op naar de volgende. Want we hebben afgesproken met Celine en Nick. Allee, ik heb met Nick afgesproken om de zaken te overlopen wat er nog open staat voor ons bedrijf, voor Concept Island. We zijn nu bezig voor redelijk wat bedrijven hun social media bij te houden. En door de bevalling van Celine heb ik al wel meer iets even moeten overpakken van Nick.
Dat is het een beetje veel geweest, dus nu is het tijd om nog eens te goed samen te zitten en alles te overlopen. En dan kunnen we ondertussen ook nog eens de Noah bezoeken. Ik ben heel benieuwd hoe het daarmee gaat. Wij zijn naar Maastricht aan het rijden. We hebben nog gewerkt de hele dag. En we zijn naar Nick en Celine geweest en Noah. Sam heeft daar gewerkt, ik op kantoor. Maar ik ben daarna wel even binnen gesprongen. Maar we hebben daar niks gefilmd. Maar morgen gaan we weer naar Noah op bezoek. Mijn ouders gaan Noah bezoeken morgen. En je ouders voor de eerste keer? Hè? Ja, mijn ouders gaan voor de eerste keer morgen Noah zien. En we hebben kei grappig deze morgen op Talisan TV oude foto's gepost van ons. Oh. En het is echt super grappig. Ik ga het laten zien. Oké, hier is de beer. Hier is onze allereerste foto samen. Ja, de rechts. Ja, de rechtse. Oh, amai, kijk trouwens mijn nagel. Ik heb zo keihard gebeten in die hoek. Het is allemaal bloed. Sorry if you're grossed out, maar er is allemaal bloed aan mijn nagel. Maar dus, die rechtse is zo'n MSN-gesprek. Nou, er is een screenshot gemaakt. Daar van boven is Sam. Daar van onder die harenbos ben ik. En daar zijn Sam en ik een van onze eerste foto's. Echt heel appropriate. Amai. Dan hebben we... Oei. Ai. Dan hebben we deze. Kijk Sam zijn kop. Zeg. Wat een manneke. Oh ja, kijk uw kop. Ja, die ziet je maar half. Ja. Dat is niks aan te zien. Ja, dat is nog oké. Okay. Dan hebben we deze. Allee joh. Toen was ik al zo'n weirdo. Ja. En wat is dat t-shirt wat je aan hebt weer? Parkway Drive of zo. Ah ja. Nee, Dead. That's Red. Nee, Parkway Drive. Ja, Parkway Drive. Ik wist dat. Hier, oh my god. Kijk jong. Oh, dat is een erg foto man. Ja. Ik weet niet. Ja, ik vind kijk hoe mager ik ben. Allee, ik steek mijn buik hier wel heel hard naar voren. Maar kijk, mijn poep is echt non-existent. Er is gewoon geen poep. Mijn broekje sladdert. En kijk, mijn beenderen. Shit, man. En toen had ik nog geen borsten. Allee, geen borstvergroting bedoel ik. Dus ja, en jij ook. Ja, wat een manneke. Ik heb nog geen borsten. Nee, nu wel. Oh, met deze... Oh, is dat zijn mooi. Echt zo'n manneke, zo echt zo klein. Daar valt het nog klein. Mee, ja. Jongen, maar het valt nog wel mee, vind ik. Ja, dat is waar. Kijk hoe bruin ook. Ja. Oh. En deze. Oh, ja. Oh, mensen zeggen, kinderen. Jullie hadden broer en zus kunnen zijn. En we hier, op deze foto. Kop ja, inderdaad. En deze. Oh, oeps. Dit is wel echt mijn favoriet. Kijk, Sam zijn haar. Oh my god. Stop ermee. Wat is dat zelfs? Hoe kwam dat zelfs? Dat was in Londen, hè? Ja, in Londen is dat. Maar hoe kom je zelf aan zo'n haar? Jawel, toen had het geregend of zo. En toen was mijn haar ganz zo nat geworden en gekruld. En met die winter en een... Had ik zo'n ontplofte kop. Maar als uw haren nu zo regen en wind en zo, dan ziet dat er toch zo uit, nee hoor. Maar kijk, hier is de zijkant gewoon kei lang. Dat heb ik nu niet meer. Ah ja, dat is wel waar. Van boven zou die er ook zo uitzien. Allee jong, Sam. Oh, en dit was dan die eerste foto. Onze MSN foto. Emo MSN chats. Emo. We waren echt emo's. Voor als je het nog niet zou doorhebben. Ja, leuke throwback, hè. Ja. Good hashtag times. Goals. Good times. Ja, inderdaad. En nu zien we er zo uit. 2006 misschien... en countingen. Ja, 2006 en counting. Misschien zien we er... Allee, lachen we zo over 10 jaar weer zo keihard met hoe we er toen uitzagen. Met hoe we er nu uitzien. Ja, hoe we er nu uitzien. Nu denken we misschien, oh, dat is oké. En ik met mijn glimmend broekje en mijn band t-shirt. Allee, band van Blondie. En mijn sneakers en zo. En jij helemaal in het zwart met zo'n sneakers. En dan zeggen we, shit man, hoe zag je er toen uit? Echt waar, denk ik ook. Wie weet. Hey. Hey. We zijn net hier gaan eten, maar we hebben niks gefilmd. Oh. Mama, ga maar hè. Mama, ga maar. Ja? We zijn aan het aanschuiven voor het toilet. Was het leuk? Ja, leuk en lekker.
Ja? Ik vond het wel. Maar ik zit wel weer zo vol. Ja, ik ook. Allee, dat is pasta, dat is zwaar. Ik ben niet meer gewend om zo te eten. En het lijkt echt alsof we de laatste dagen alleen maar slecht eten, hè? Wat? Kom je nog een beetje dichter met de camera? Ja? Sorry. Ja, de laatste dagen heb ik niet zo goed gegeten. Maar, jawel. Overdag wel. Oh, een hele dag. We hebben altijd goed gegeten, behalve de avondmaaltijd. Maar dat zal nu sowieso even zijn met de feesten. En dan gaan we er terug hard voor, maar... Morgen vroeg gaat cardio. Morgen vroeg zitten we weer in de gym cardio te doen en dat zien jullie niet, hè. Dus je kunt wel zo eten, maar... Hou het binnen beperkt. Het is over als dat we veel hebben. Deze ja, het komt echt wel over alsof we deze week niet goed hebben gegeten. Maar we volgen het schema echt heel goed. Hey, ik ben ook hier, hè. Hey, papa. Dat is heel lekker. Mijn ja? favoriete restaurant hier in Maastricht. Ja, niet doorgeven, hè. Ristorante. Tut. Allee. Oké, we zijn ondertussen in de Jumbo. Die is nog open tot 10 uur. Nou, even in de Jumbo ja, shoppen. We hebben hier havermout. Lekker voor pap. Maar ook voor mam, hè. Allee, hoe droog is dat? Oh, dat is kei droog. Dat vind ik echt grappig.